Leer mij te begrijpen, je hoeft mij niks te geven. Leg je hoofd op mijn ziel, luister naar mijn waanzin en naar mijn innerlijke stem. Je zult zien hoe gek je me maakt. How are you? Oh, do you really want to know? How are you? Well, my husband is too busy, my children are too noisy, and my health is rather lousy. How are you? The air in my city is filthy. Jobless people roam aimlessly. Limbo is home for many. How are you? The world is rotting. The world is struggling between hunger and gluttony. How are you? Well, you don't really want to know, do you? I'm fine, thank you. Schrijvers overal in de wereld die het moeilijk hebben, vraagt dus vandaag uw bijzondere aandacht voor Patricia Ariza, Melissa Patiño, Lydia Cacho, Sanjuana Martinez, die dus vandaag vervolgd worden omwille van hetgeen ze schrijven. Mijn naam is dus ook niet Fatima-Zahra Bennis, maar ik ga toch proberen haar tekst voor te dragen. Eenzaamheid. Ik zou zeggen, stel je voor dat ze daar zit. Ik keer mij terug naar jullie toe. Alleen proef ik de regen, stuit ik op mijn droombeelden. Snuif ik de geur op van de wedergeboorte, van een lijk dat mij gezelschap heeft gehouden, tot ik ineenstort. بين حذبك دمعة تستمطرني كلما أورقت شجرة حزنك. Make of me a teardrop between your eyelashes, and make me rain when green leaves grow on the tree of your sorrow. Onhoorbare toon. Ze leken het allemaal met elkaar eens te zijn. Na enkele minuten braken ze de kring open en gingen ze één voor één aan de slag.